in de voet hebben geschoten met het stikstofbeleid. Laten we het eerst hebben over de actuele politiek. Ja. Meneer Kamp, ik en met mij velen probeerden te begrijpen wat Mark Rutte nou eigenlijk zei. Maar volgens mij zei hij, we gaan versnellen en tegelijkertijd gaan we er niet over praten. Dat klonk een beetje als gas geven en remmen tegelijkertijd. Volgens mij kan dat helemaal niet. Nou, allebei dingen. Eerst niet meer over praten. Er wordt heel veel gepraat over 2030 en 2035. Mm-hmm. Maar waar het natuurlijk eigenlijk om gaat, is dat je zo snel mogelijk die uitstoot van stikstof reduceert. En zo snel mogelijk, als dat kan in 3 jaar, dan is het prachtig. Als het moet in 5 jaar, nou ja, dan moet het in 5 jaar of in 7 jaar. En als het 12 wordt, dan moet dat ook maar. Het gaat erom, het moet zo snel mogelijk. En als je dat echt probeert met z'n allen en samenwerkt daarmee, dan is dat ook reëel. Nou, het andere punt, versnellen. Ik denk dat er een aantal dingen door het kabinet versneld kunnen worden. Ja, maar ik weet niet, heeft u gisteren Nieuwsuur gezien? Nee. Oké. Okay. In Nieuwsuur zat Mirjam Sterk en die is gedeputeerde landbouw voor de provincie Utrecht. Ik heb dat later teruggezien. Ja. En die zei, nou ja, ik heb met een aantal mensen in de provincies gesproken. Wij moeten versnellen van het kabinet. We hebben geen idee hoe. Want we weten helemaal niet wie de piekbelasters bij ons in de buurt zijn die we eventueel uit kunnen kopen. We weten niet wat we moeten doen als een boer zegt, ik wil door, maar ik ben bereid om naar een ander plekje te gaan. Dus zij zei, ja, hij kan wel roepen versnellen. Nou, ze zei het nog iets harder. Ze zei namelijk, wat hij zegt, is gewoon niet waar dat wij weten wat we moeten doen. Nou, er kan wel degelijk versneld worden, namelijk bij het kabinet om te zorgen dat er duidelijkheid. Maar dan moet dus eerst om een duidelijkheid komen, want de provincie hebben geen idee wat ze moeten doen. Er moet vastgesteld worden wie die 600 piekbelasters zijn. Er zijn er 3000, maar 600, daar moet het mee beginnen. En dat moet vastgesteld worden. En het tweede is, als je dat eenmaal vastgesteld hebt, moet je ook een regeling hebben die over verplaatsingen gaat en een regeling die over schadevergoeding gaat. Die is er ook nog niet. Nee, dus... En wat ze ook nog kunnen versnellen is, op dit moment worden we tegengewerkt door de Europese Commissie. Er is pas weer een brief gekomen van een Europese commissaris. Maar we zouden eigenlijk geholpen moeten worden. Want als je compensatie gaat geven aan de boeren, dan dreigt het risico van ongeoorloofde staatssteun. Is volgens mij niet terecht. Nee. En daar kan de Europese Commissie in helpen, ons helpen. En bovendien, het vierde wat moet gebeuren is, we moeten die samenwerking met die agrarische organisaties op gang krijgen. Ja, maar dit zijn allemaal punten, meneer Kamp, die u nu noemt, die al aan de gang zijn. Daar zijn we al over bezig. En zoals sommige politieke commentatoren zeiden van, ja, het leek wel alsof Rutte bijna ter plekke verzond tijdens de persconferentie vrijdagavond laat. We gaan ook nog een keer versnellen. We gaan niet alleen staand beleid, want dat is wat u net noemt, uitvoeren. We gaan nog een keer een beetje gas geven. En iedereen zei, maar hoe dan? Want al die dingen die u net noemt, zijn nog niet geregeld. Nee, maar daarom moet je versnellen. Dus het is toch een soort Houdini-act van onze Mark Rutte. Maar dan moet je zorgen dat het voor elkaar komt. En je moet zorgen dat die verplaatsingsregeling, dat is heel lastig om te verplaatsen. Want het land is al vol. En als je bedrijven weg wilt halen, ergens anders neer wilt zetten, is ingewikkeld. Daar moet dus een regeling voor komen. Als je zegt dat de bedrijven uitgekocht moeten worden, dan moet ook die regeling vastgesteld zijn. Daar kan het kabinet in versnellen door die regeling vast te stellen. De Europese Commissie die stuurde vorige week nog zo'n botse brief. Die moet in een meewerkstand worden gezet. En ook de agrarische organisaties die kunnen wel voortdurend tegengas geven. Maar daar schieten we ook niks mee op. Eigenlijk dus die moeten ook overgehaald worden. En dan moet er een landbouwakkoord komen, een stikstofakkoord. En daar kan het kabinet in versnellen. Allemaal staand beleid, waar ze dan eventueel in kunnen versnellen. Maar wat ze tegelijkertijd zeggen is, nou ja, versnellen, weet je wat, we leggen het bij de provincies neer. Want die moeten nu toch praten. Die moeten toch allemaal gaan onderhandelen over de colleges die daar gaan ontstaan. Ja, maar dan leggen ze daar niet neer. Dat doen maar ze die toch wel. Die zijn gewoon bevoegd gezag. Het gaat over de Natuurbeschermingswet. Provincies zijn bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet. Dus als eenmaal vastgesteld is wat er moet gebeuren, dan moeten die provincies dat uitvoeren. En mevrouw Sterk zei ook, ja, maak nou voor ons heel duidelijk wat we moeten doen. Het is al moeilijk genoeg. En dan kunnen wij dat gaan doen. Ja. Nou, dat is heel verstandig van haar. Ja, maar dus u zegt van er moet versneld worden en dat kan. Want u heeft een aantal punten genoemd op basis waarvan er versneld kan worden. Tegelijkertijd zegt het kabinet, we gaan er voorlopig nog even niet over praten. We schuiven het voor ons uit en we gaan kijken naar de... Dat is die 30-35. Nou, niet alleen dat, toch? Daar schiet niemand wat mee op. Ja, maar u zegt steeds 30-35. Bijvoorbeeld Wopke Hoekstra die twittert, nee, we willen een heronderhandeling over de stikstofafspraak. Ja. Niet alleen 2035. Volgens mij trekt hij iets veel breder dan dat. Kijk maar wat er allemaal onder staat. Ja, ik heb gezien wat hij gezegd heeft. Ja. Het is zo dat als je voortdurend maar zegt het is 2030 en anderen zeggen het is 2035 en je maakt daar ruzie over, dan gebeurt er niks. Je kunt veel beter met z'n allen je concentreren om echt dingen te doen. En als het dan in 2029 klaar is, mooi. Als het in 2032 klaar is, nou ja, dan is het ook klaar. Zou D66 ermee akkoord gaan? Want u zag die tweet van Hoekstra die stuurt van, we willen een heronderhandeling van de stikstofafspraak, wat volgens mij dus wat verder gaat dan alleen 2030 of 2035. En dan schrijft mevrouw Kaag, heel kieltjes, let op die onderste regel, dat hebben wij ter kennisgeving aangenomen. Het kabinet voert het stikstofbeleid uit zoals is overeengekomen. D66 houdt koers. In het kabinetsbeleid staat 2030 bijvoorbeeld. Ja, ik vond dat ze de afgelopen weken gematigd heeft gereageerd.
En ik vind ook dat, dat zij ook zal begrijpen dat zo snel mogelijk willen zij dat er een reductie komt van een stikstofuitstoot. Zeker. Ja, en dan als je nou met z'n allen ervan overtuigd bent dat wat je doet, dat dat ook zo snel mogelijk resultaat heeft, dan is ook D66 daar tevreden mee. Het gaat hen niet om... Uiteindelijk om dat jaartal, het gaat erom dat die stikstof gereduceerd wordt. Het gaat hen wel om een jaartal, dat hebben ze keihard in de coalitieafspraken laten zetten, 2030. Het gaat om de reductie van de stikstof. Dat moet voor elkaar gemaakt worden. Ik zit naar u te luisteren, dat doe ik altijd heel erg graag. Maar zoals ik nu u beluister, is er eigenlijk niet zoveel aan de hand dus. Ja, er is wat stikstof betreft een heel groot probleem. Nee, niet alleen stikstof. Politieke verhoudingen binnen het kabinet. Er is toch wel degelijk wat aan de hand. Kom op, meneer Kamp. Dat weten we allemaal. Hoekstra en Kaag schijnen niet of nauwelijks met elkaar te praten zelfs. Nou, die indruk heb ik niet. Okay. Maar ik denk dat het kabinet natuurlijk in een hele lastige situatie zit. Maar wij mogen blij zijn dat de 4 constructieve partijen verantwoordelijkheid hebben genomen. En dat die ook de intentie hebben om deze kabinetsperiode af te maken. Die duurt nog maar 2 jaar. Deze kabinetsperiode was 4 jaar. Het eerste jaar hebben we gebruikt om een kabinet in elkaar te knutselen. Toen bleef er nog maar 3 jaar over. Mm-hmm. Daar is een jaar van achter de rug. En die laatste 2 jaar, ja, daar moeten de dingen nu gerealiseerd worden. Maar we moeten die immigratie onder controle krijgen. We moeten het stikstofprobleem oplossen. Dus laat ze daaraan werken. In plaats van dat we weer gaan zeuren over ruzie maken en een kabinetscrisis. Maar meneer Kamp, ik loop nu, u zegt net, ik ben 50 jaar plus lid van de VVD. Ja. Ik loop nu 35 jaar mee in de journalistiek. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand zei, nou, we willen eigenlijk wel het coalitieakkoord openbreken en over onderhandelen. Maar weet je wat, dat doen we over een paar maanden. Een soort kabinetscrisis in slow motion waar we naar zitten te kijken op dit moment. En u zegt, dat is helemaal niet aan de orde. Nou, hij... Het is toch heel ongebruikelijk dat op Hoekstra zegt, ik wil er over een paar maanden over praten. En dat Kaag zegt, nou, wat mij betreft, er ligt nog helemaal geen officieel verzoek om het kabinetsbeleid open te breken. Dus niks aan de hand. Er zijn net provinciale statenverkiezingen geweest. De grootste partij moet zorgen dat er nieuwe colleges van gedeputeerde staten komen. Die moeten vervolgens die plannen om de stikstof te reduceren uit gaan voeren. In die tussentijd moet het kabinet een aantal dingen doen die ik net genoemd heb. En dat je dan, als dat eenmaal op gang is gekomen, dat je dan in het kabinet erover gaat praten. Zouden we het niet erover eens kunnen worden dat in plaats van 2030, 2035, we allemaal onze best doen om het zo snel mogelijk te doen? Ja, dat vind ik een begaanbare weg. Ik vind dat Hoekstra dat niet verkeerd doet. Okay. Is dat trouwens ook niet een beetje cynisch dat het nu bij Caroline van der Plassen, u zegt het nu ook, en bij de provincies neer wordt gelegd? Ik krijg een beetje de indruk dat dan de gevestigde partijen achteroverleunen en zeggen, nou, mevrouw van der Plassen, u bent de grootste, veel succes. We gaan kijken waar u mee komt. Nee, we hebben een natuurbeschermingswet. Daarin is vastgelegd dat de provincies het bevoegde gezag zijn. Nou ja, dat kun je niet negeren. En de provincies moeten ook met hun mensen naar de agrariërs toe en erover gaan praten. Ja, we moeten dat stikstofprobleem oplossen, omdat op dit moment niet alleen de grote onzekerheid is in de agrarische sector, maar de hele infrastructuur ligt op zijn gat, de woningbouw ligt op zijn gat. Dat hangt allemaal met elkaar samen. Dus er is een heel groot gedeeld belang om dat stikstofprobleem op te lossen. Maar er is toch wel degelijk iets veranderd, ook bijvoorbeeld in de zin dat Christiane van der Wal, de stikstofminister, enige land ter wereld zijn wij dat een stikstofminister heeft, die zei van ik ga dit doen en ik ga doorduwen. En als die provincies niet mee willen, dan zal ik zorgen dat ze het toch gaan doen. En we hebben de afgelopen 1,5-2 weken van mevrouw van der Wal helemaal niets meer gehoord. Die zit er toch een beetje voor spek en bonen bij nu. Omdat ze zegt, van ja, het moet eerst door die provincies op worden gelost. Nee, mevrouw van der Wal die zegt dat als laatste middel dat onteigening en intrekken van vergunning naar zijn vrees in beeld kan komen. Maar dat we moeten proberen dat te voorkomen. En dat we moeten zorgen dat we via verplaatsing en uitkoop, dat we dan voor elkaar krijgen dat het probleem opgelost wordt. En zij zegt, er moet een woest aantrekkelijke regeling gemaakt worden, dat je tot 120% van de waarde aan compensatie aan de agrariërs gaat geven. Ik denk dat dat ook nodig is, omdat agrariërs, die houden niet van de verkoop van hun bedrijf. Die willen gewoon dat bedrijf doorgeven aan hun kinderen en die willen dat in stand houden. Wil je ze toch wegkrijgen, dan moet je echt met geld over de brug komen. Ja, en Europa die merkt dat al snel aan als ongeoorloofde staatssteun. En dat moet nou van tafel, want het is geen ongeoorloofde staatssteun. Dat is toch een hobbel die we eventueel te nemen krijgen als we zeggen, dit willen we graag gaan doen, dat dan Europa zegt, ho, dit mag ook alweer niet. Ja, want ongeoorloofde staatssteun is dat je de concurrentieverhoudingen vervalst. Maar als je in Nederland capaciteit uit de markt haalt en dat je agrarische bedrijven sluit of verkleint, dan is het juist zo dat er minder aanbod is van producten. Dan gaat de prijs omhoog. En dat is dus voor de concurrentie, voor de concurrenten is dat juist heel erg gunstig. Maar, dus ik denk, dit is geen ongeoorloofde staatssteun. En dat moet nou helder gemaakt worden. De Europese Commissie moet dat samen met het Nederlandse kabinet helder maken en oplossen. Mag ik u nog iets anders vragen als zeg maar politiek beobachter? Stel dat het nou uit de provincies komt, en dat zit er dik in natuurlijk, 2035 laten we schieten. Die nieuwe wet wordt niet ingediend. Want 2030 laten. Sorry, 2030 excuses laten we schieten. We houden het op 2035, wat nu in de huidige wet staat. En er komt geen gedwongen uitkoop. Die twee dingen die gaan we niet doen.
Denkt u dat D66 daarmee akkoord gaat? Nou, ik denk dat, dat de provincies dat die niet kunnen zeggen dat er geen gedwongen uitkoop komt. Want die mogelijkheid die staat al in de onteigeningswet en die staat in de natuurbeschermingswet. Kijk, als het uiteindelijk niet zou lukken om die vrijwillige uitkoop voor elkaar te krijgen, dan kunnen we nooit met elkaar accepteren dat er onzekerheid blijft in de agrarische sector. Mm. Dat de woningbouw stagneert, dat er geen infrastructuur aangelegd kan worden. Dus we moeten die oplossing voor elkaar krijgen. En die, ja, zo'n stok achter de deur, we moeten hem niet gaan gebruiken. En we moeten ons er nu helemaal op gaan concentreren om die vrijwillige uitkoop en die verplaatsing om dat voor elkaar te krijgen. Maar Caroline van der Plas heeft een aantal keren in de stoel gezet waar hij nu zit. En ja, die zegt van dat ga ik niet doen, ook niet als stok achter de deur. Gedwongen uitkoop is wat ons betreft niet in vraag. Nou, dat is, in de politiek is dat niet echt een probleem, omdat er op dit moment wil niemand gedwongen uitkoop doen. Iedereen wil zich richten op het proberen via... Dus je zet die stok achter de deur, maar je doet net alsof hij er niet is, zoiets? Nee, maar je moet hem helemaal niet gebruiken. Je moet hem ook niet willen gebruiken. Je moet proberen om via vrijwillige uitkoop het probleem op te lossen. En via verplaatsing het probleem op te lossen. Daar moeten ze zich op concentreren. En als ze dan na een aantal jaren blijkt dat het niet zou lukken, ja, dan moet er iets anders bedacht worden. Maar voorlopig moeten we daar niet over praten. We moeten ons richten op de benutten van de mogelijkheden die er zijn. En dat jaar 2035, ja, ik vind die discussie over 2035 net zo raar als over 2030. Dit moet zo snel mogelijk opgelost worden. En daar moet de focus op zijn. Ik hoorde nog wat andere bronnen binnen D66 de afgelopen dagen zeggen, ja, dit is een probleem, maar daar komen we misschien wel uit. Maar dan, en u noemde het al eventjes tussen neus en lippen door ook, dan is er migratie nog. Ja. En we verwachten weer veel migranten, veel asielzoekers deze zomer. Er is geen opvang, dat weten we ook. D66 en de VVD staan lijnrecht tegenover elkaar. Er wordt ook nog wel een klus om dat te klaren. Denkt u dat het kabinet dat overleeft? Ja, het zal moeten, want die immigratie hebben we te lang laten lopen. Wij hebben geen immigratie waarbij we zelf bepalen wie er in Nederland kansrijk is en toegelaten kan worden. En dat we daarnaast een deel van de echte vluchtelingen opvangen. Wij hebben grootschalig, permanent verkeerd gebruik van het vluchtelingenverdrag, van de asielprocedure. Ja, daar moeten we af. We moeten zorgen dat we die immigratie onder controle krijgen. Dat is in de afgelopen jaren niet gelukt. En dat zal het kabinet, zullen de politieke partijen de komende jaren wel voor. Wordt nog een pittige. Ja. Tijdens het gesprek wat wij net gevoerd hebben, en blijf erbij, want gaan we het hoorde ik aan